Donald Duck is misschien wel het bekendste stripfiguur van de hele wereld. Dankzij zijn eigen weekblad krijgen we een uniek inkijkje in de avonturen die hij beleeft. Welke geheimen draagt deze pechvogel van Disney met zich mee? De eerste Nederlandse editie van de Donald Duck werd uitgegeven in 1952. Vandaag de dag telt het blad zo'n 180.000 abonnees die iedere week een nieuw Ducky door de brievenbus zien verschijnen. In al die jaren zal het nodige over de eend wel bekend zijn, zou je denken. Toch schuilt er nog een hoop achter het stripfiguur. Dit gaan we ontdekken in de top 10 geheimen over Donald Duck. Nummer 10. Politiek. Donald Duck is vrij groot in Zweden. Een groep fans is zelfs zo gek op hem dat ze besloten een politieke partij aan Donald te wijden. De Kalle Anka-partiet, de Donald Duck-partij, heeft al verschillende politieke successen geboekt. In 1991 behaalde de partij haar grootste overwinning toen ze bij de parlementsverkiezingen 1535 stemmen haalde en daarmee de 9e partij van het land werd. Dit waren echter enkel write-in stemmen. Dat betekent dat er gestemd wordt op iemand die niet officieel op de kandidatenlijst staat. De belangrijkste standpunten van de Donald Duck-partij zijn bredere trottoirs en gratis alcohol. Echte politieke verandering zullen ze niet teweeg kunnen brengen, aangezien de partij het voornamelijk van proteststemmers moet hebben. Nummer 9. Kenteken. Dat Donald Duck een pechvogel is, dat mogen duidelijk zijn. De eend heeft de nodige dosis ongeluk en kan bij het minste of geringste uit zijn vel springen. Niet de beste eigenschap wanneer je het iedere week tegen superschurken en boeven moet opnemen natuurlijk. De bedenkers van Donald Duck hadden bedacht om Donald veel ongeluk te laten hebben. Zo konden ze namelijk meer slapstick humor gebruiken. Dat Donald vaak ongeluk heeft is onder andere op te maken aan de kentekenplaat van zijn auto. Deze luidt namelijk 313, een verwijzing naar 3 keer 13. En wanneer je bedenkt dat 13 een ongeluksgetal is, dan belooft dat niet veel goeds voor onze arme Donald. Nummer 8. Zweden. Ik zei het eerder al, Donald Duck is razend populair in Zweden. Dat blijkt niet alleen uit die politieke partij, maar ook aan de kijkcijfers. Die kijkcijfers reizen namelijk de pan uit op de dag van kerstavond. 24 december is dat. Traditiegetrouw zitten de Zweden dan voor de buis om de kerstspecial From All of Us to All of You van Donald Duck te kijken. Dit is een korte tekenfilm uit 1958. Een jaar na de release begon de Zweedse traditie om te kijken naar Kalle Anka, de Zweedse naam van Donald. De kerstspecial behoort tot de grootste televisie-events van het jaar in Zweden. Zo'n 50% van de bevolking gaat er iedere kerst weer voor zitten. Nummer 7. Tweelingzus. Als Donald de oom van Kwik, Kwek en Kwak is, ja, wie is dan die moeder? In de eerste jaren dat Donald Duck uitgebracht werd, hield dit veel fans bezig. In 1938 werd het hen duidelijk dat het ging om Dumbella, de tweelingzus van Donald en de moeder van de neefjes. Toch heeft Disney het personage lang niet verder uitgewerkt en dus bleef er veel onduidelijk. Uiteindelijk werd bekend dat Dumbella in tegenstelling tot Donald bewust het avontuur opzoekt. Ze is werkzaam als astronaut, vandaar dat de neefjes bij Donald wonen. In de nieuwe DuckTales-serie uit 2017 maakt Dumbella opnieuw een verschijning. Ze beleeft hier samen met Donald en Dagobert grootse avonturen. Nummer 6. Illegaal? Heb je er ooit bij stilgestaan dat Donald Duck door het leven gaat zonder broek? De een draagt wel een matrozenpak en een hoedje, maar een broek? Ja, ho maar. In de jaren 70 ging het gerucht dat de Finse overheid Donald Duck om deze reden verboden had. Het zou zogenaamd ongepast zijn om kinderen een strip van een eend zonder broek voor te schotelen. Maar in werkelijkheid zat de vork anders in de steel. Er was inderdaad een Finse politicus die Donald Duck stripboeken wilde verbannen. Dit mislukte, maar toch werden de tijdschriften een tijdje niet uitgegeven. Maar dat had te maken met de hoge importkosten. Dat Donald Duck in Finland ooit illegaal is geweest, ja, dat blijkt dus een fabeltje te zijn. Nummer 5. Bekendheid. In 1928 werd door Walt Disney en Ub Iwerks Mickey Mouse bedacht. Het karakter is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de moderne popcultuur. Al bijna 100 jaar is Mickey Mouse het boegbeeld van de Walt Disney Company. Donald Duck maakte pas 6 jaar later zijn debuut op het grote doek.
alhoewel Mickey Mouse wereldwijd het populairste Disney-personage is, gaat deze titel in Europa uit naar Donald Duck. En dat is te verklaren aan de hand van cultuurverschillen. Mickey Mouse heeft namelijk een winnaarsmentaliteit en doet alles goed. Donald heeft goede intenties, maar vooral ook zijn gebreken. En dat is iets dat het Europese publiek wat meer aantrekt. Nummer 4. Tweede naam. Donald Duck is een van de weinige Disney-figuren met een tweede naam. Dit werd duidelijk na een korte animatiefilm die gedurende de Tweede Wereldoorlog werd uitgebracht door Walt Disney. In Donald Gets Drafted uit 1942 moet de eend zich melden voor dienstplicht. Bij het inschrijven geeft hij Donald Fauntleroy Duck op als volledige naam. Die tweede naam, Fauntleroy, is een term die gebruikt wordt voor jongens die er piekfijn gekleed uitzien. Maar ja, of dat ook voor Donald geldt? Op deze ene keer na dan is die tweede naam van Donald Duck weinig gebruikt in de strips en films. Nummer 3. Oorlog. Tussen 1934 en 1940 werden er slechts een handjevol Donald Duck films per jaar uitgebracht. Dit kwam onder andere doordat het maken van zo'n tekenfilm een zeer tijdrovend en duur proces was. De technologie ontwikkelde zich in een razend tempo en Disney groeide in omvang. Er konden meer films gemaakt worden, waaronder oorlogsfilms. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden Disney-films namelijk ingezet binnen de propagandamachine van het Amerikaanse leger. Op die manier probeerde het leger sympathie te wekken. Tijdens de oorlogsjaren zijn er meerdere Donald Duck-films verschenen rondom dit thema. Zo heeft Donald Duck in het Amerikaanse leger gediend, maar heeft hij ook in een wapenfabriek van de nazi's gewerkt in de cartoons. Aan welke kant Donald dus precies staat, is niet helemaal duidelijk. Nummer 2. Recordhouder. Alhoewel Mickey Mouse als Walt Disney's boegbeeld wordt gezien, is Donald Duck in veel meer films te zien. De eend heeft een rol in meer dan 200 films. En daarmee heeft hij een record in handen. In de begintijd van Disney ging alle aandacht uit naar Mickey. Met de introductie van Donald Duck kwam daar verandering in. In de beginjaren had Donald gastrollen in de Mickey Mouse films. In 1937 kwam zijn eerste solofilm op het witte doek. Vanaf de jaren 40 had het merendeel van de tekenfilms die Disney uitbracht Donald Duck in de hoofdrol. Zoals ik eerder al vertelde, geniet de eend grote bekendheid en populariteit in Europa. In onder andere Frankrijk, België, Zweden en Nederland heeft Mickey Mouse geen schijn van kans tegen de vrolijke snater. En op nummer 1, de stem. Een van de meest karakteristieke eigenschappen van Donald is zijn stem. Al kwakend klaagt hij er heel wat op los. Vergeleken bij andere Disney-personages heeft de eend een zeer opmerkelijke stem. Het biedt stemacteurs dan ook de nodige uitdaging. Van 1934 tot 1983 is de stem ingesproken door één en dezelfde man, Clarence Nash. Voor hij met pensioen ging, heeft hij zijn opvolger getraind, zodat deze de job vlekkeloos kon opvolgen. Voor het inspreken van de stem werd gebruik gemaakt van een speciale microfoon, de Neumann TLM 170. Met deze dure mic, die de hoge tonen van de eend mooi afrondt en warm laat klinken, is Donald's stem niet alleen beter verstaanbaar voor de kijkers, maar ook makkelijker in te spreken. Het zorgt er in ieder geval voor dat de stemacteurs nog kunnen praten als ze thuiskomen na een dag werken. Bedankt voor het kijken van deze video. Geef een like als je het leuk vond en laat een reactie achter in de comments. Tot de volgende keer. Joe!